Jan Vreeman, hele andere sfeer deze week na die overwinning op de training, vond je? Het was wel uitgelaten, maar niet ontzettend veel. Natuurlijk, we zijn hartstikke blij met die eerste overwinning. Dat is ook heel belangrijk, zeker tegen een Cambuur. Dat merk je ook wel. Maar ik kan nu niet zeggen dat we nu deze week veel en veel meer plezier hebben gehad als voorgaande trainingen. Alleen die overwinning helpt natuurlijk wel. En smaak naar meer natuurlijk. Ja, absoluut. Dat wil je. Dus aan ons weer om te laten zien of dat gaat gebeuren. Lastige tegenstander natuurlijk, hè? Hier op de Vijverberg, Utrecht. Utrecht is een goede tegenstander. Het is een goed elftal. Ik denk met name de kwaliteiten voorop liggen bij hun. Ja, ze zijn kwetsbaar denk ik achterin. Maar goed, dan moeten wij zorgen dat we dat voor elkaar gaan krijgen. Iets anders deze week natuurlijk. Kwam naar buiten dat de Graafschap weer in categorie 1 zit. Dat is eigenlijk een beetje jouw schuld. Door die promotie moesten er ineens heel veel premies worden uitbetaald. Nou, het kwam bovenop wat er al lag. Dus, maar goed, volgens mij had de club er ook over gehad dat ze het graag uitbetaalden. Want anders was het denk ik nog moeilijker geweest. Dus ja, maar goed, het was al bekend. Het was niet zo dat het, tenminste in ieder geval bij mij, zeg maar, als een donderslag bij heldere hemel kwam. Maar goed, ja, we hebben nog schulden van vorig jaar.